Landbouwers uit het boven Suriname gebied hebben woensdagochtend machines ontvangen voor productiedoeleinden. Het gaat in deze om landbouwers van de dorpen Bataliba en Pokigrong in het boven Suriname gebied in het district Sipaliwini. Het project is gefinancierd door het bureau gemeenschapsprojecten van het ministerie van Financiën en Planning met ondersteuning van Tropenbos Suriname. Rudy van Kanten, directeur Tropenbos Suriname, zegt dat dit project net voor de COVID-19-pandemie was geschreven en opgestart. Jeswan Dukaran, projectcoördinator van het bureau gemeenschapsprojecten, legt uit aan welke voorwaarden een project moet voldoen alvorens het wordt goedgekeurd. We kunnen de projecten indienen vanuit de gemeenschap, kunnen we ontvangen natuurlijk, in 4 categorieën. Kleinproductie, zoals dit vandaag bijvoorbeeld, waarbij de gemeenschap van Bataliba daaraan kan voldoen. We hebben sociale infrastructuur met onderwijs en sport. We hebben ook gezondheidszorg, voorlichting bijvoorbeeld. We hebben een project goedgekeurd bij gezondheidszorg, om daarbij even stil te staan. Waarbij wij in Nikeri dagbesteding doen voor ouderen. Waarbij 15 ouderen komen in de vorm van een pilotproject en een dagbesteding hebben. 3 dagen in de week met een kleine bijdrage. En ook wat we binnenkort gaan uitvoeren is met name ondersteuning richting de Stichting Regionale Gezondheidsdienst. Zij hebben een programma, Healthy Lifestyle. En wij gaan hun ondersteunen in hun voorlichtingsprogramma. Het laatste waarin de projecten nog ingediend kunnen worden is capaciteitsversterking. Waar het om gaat is dat we een landbouwproject gaan uitvoeren. Waarbij we 4 lokale coördinatoren hebben. Die elk een paar dorpen onder zich hebben. En dan gaan we trainingen verzorgen voor die verschillende dorpen. Dit project is geschreven in de COVID-tijd. En in de COVID-tijd was het een moeilijke tijd waardoor je minder kon communiceren, maar het leven moest verder gaan. Districtscommissaris Ndepe Dingen van boven Suriname zegt dat het een mooie mijlpaal is dat enkele landbouwers van de 2 dorpen in zijn district zo'n project goedgekeurd hebben gekregen. Van Kanten onderstreept dat er met de verantwoordelijke coördinatoren van de machines overeenkomsten zijn getekend. We hebben 4 lokale coördinatoren die nauw samen gaan met ons gaan samenwerken. En zij hebben dus een overeenkomst ondertekend waarbij ze verklaren dat ze goed voor de machines gaan zorgen. Want natuurlijk kan niet iedereen een machine opereren. Dus je hebt 1 persoon die verantwoordelijk is voor de coördinatie. En met die hebben we dus een verklaring ondertekend in bruikleen. Dus als ze het goed gebruiken, dan blijft het onder hun beheer. Vooral in deze tijd, we kampen met heel veel uitdagingen in de wereld. En met machine ga je ook productie maken. En met productie kun je wel verkopen om aan geld te komen voor ontwikkeling van uw gebied. Dus ik ben zeer tevreden met deze geschenk hier voor de mensen. Mensen, onderhoud is behoud. Als je het niet goed onderhoudt, dan gaat het ook niet lang. Machine heeft onderhoud nodig. En ik heb het al vaak gezegd aan mensen dat er zijn heel veel machines in het binnenland. Maar je ziet ze achter de deuren of in een berghok. Dus we moeten gebruik van maken om de machine hun werk te doen. De machines afkomstig van Intramar NV die zijn overgedragen zijn 4 shredders, 4 cassavemolens en 2 wielgrondbewerkers met ploeg. De contracten zijn getekend voor een periode van een jaar.